We weten als mens allemaal, na de geboorte gaan we een keer dood. Maar mensen die in het hospice komen, dan weet je dat het niet lang meer duurt. Dus dan krijg je een heel ander contact met mensen ook. Ze weten, ik heb nog maar enkele weken, enkele maanden te leven. Nou, dan probeer je dat op een menselijke wijze, die weg met hen mee te lopen. Te kijken, waar kun je tegenaan lopen en wat zou ik daarin voor jou kunnen betekenen. En een mens heeft heel veel meegemaakt in haar en zijn leven. Heeft ook heel veel verbanden. Die verbanden moet je loslaten. Je relatie, je kinderen, je kleinkinderen. Maar ook wat er gespeeld heeft in je leven. En ja, soms moet het in een paar weken moet je dat loslaten. En dat kan soms heel hectisch zijn. Het kan soms ook heel mooi zijn om dat te delen. En die weg loop je mee om ook met die mensen na te denken. Hoe kom ik hieruit? En hoe kan ik goed afscheid nemen? En de fases erin. En soms maak je wel eens mee dat iemand, het vroegere biechtgesprek, het oude biechtgesprek, dat mensen toch iets dwars zitten. Ik heb wel eens meegemaakt met iemand die in Indië gevocht had en iemand in een gevecht had doodgeschoten. Wat hij nooit gedeeld had, maar wat hij toch nog kwijt moest. Dat had hij zijn hele leven meegedragen. Dat had hij ergens opgeslagen, maar dat moest hij nog delen met iemand. Dus dat merk je ook wel eens, dat mensen nog even terugkijkend op het leven iets kwijt moeten. Het is heel mooi om te doen. Het is soms zwaar. Maar het is ook heel mooi dat jij als mens, dat laatste stukje, als mens ook hem mag begeleiden. Ja, dat is wel heel bijzonder.